Ja, daar zijn ze. Dieke, ik wilde met jou even beginnen en dan komen we op onze gasten die zijn aangeschoven. Dieke, je hebt natuurlijk een jaar moeten wachten. Is die feestelijkheid daarom nu extra groot als je zo even de zaal in kijkt? Jazeker, ik heb net al gezegd, ik ben gewoon helemaal blij. Ja. Gewoon door de motivatie, iedereen weer zien en ook het inhoudelijk programma. Ja. En we jaarlang over kunnen denken, dat misschien wordt het daar nog mooier van. Maar ja. Het is extra feestelijk, ja. Zeker. Mooi. Ja, en even misschien voor de mensen thuis en de mensen hier in de zaal. Het is denk ik goed om even iets te vertellen over de rolverdeling. Ik ben denk ik een beetje, het is op één, maar ik denk dat het ook een soort mix is, een co-creatie tussen op één en De Wereld Draait Door. Dat ik iets meer de Matthijs-rol pak en we hebben afgesproken dat jij meer de Mark-Marie-rol pakt, toch? Dat, met die pruik. Ja, ja, precies, ja. Goed, dus, en dan hebben we hier natuurlijk onze gasten. Nou, dat mag je zelf invullen. Heb je een favoriete gast, Marcel? Een favoriete gast waarvan je zegt, nou, dat past ook mooi in dat format? Nou ja, misschien... Nee, eigenlijk niet. Nee. Ik zou het zo niet weten. Nee. geen probleem. Jij bent sociaal werker. Jij bent een sociaal werker niet zomaar één. Je bent sociaal werker van het jaar geworden in 2020. Klopt. Wat heb je daarvoor moeten doen? Nou ja, het is natuurlijk sowieso een eer dat mensen aan je vragen... Goh, zou je genomineerd willen worden als sociaal werker van het jaar? En ik dacht van ja, waarom zou ik dat eigenlijk willen? Dat was het eerste wat er wel in mij opkwam. Want ja, waarom ben ik dan de beste sociaal werker of zo? Of wat betekent dat dan? Dus ik moest er wel even over nadenken of ik dat wel wilde. En uiteindelijk heb ik daar ja tegen gezegd. Onder andere omdat ik toch wel een aantal ambities had. En een van die ambities was toch wel verbinding, wetenschap en praktijk. Ja. Want ik heb in 2002 was dat een hbo-opleiding sociaal-pedagogische hulpverlening gedaan. Ja. En daar werd al praktijkgestuurd onderzoek gedaan. Dat heb ik toen moeten doen. En nou, dat onderzoek, dat heette toen van kijken naar doen. Was op zich een heel prachtig onderzoek naar de visie van de organisatie en de vertaalslag naar de praktijk. Goed, uiteindelijk heb ik dat onderzoek gedaan. En daarna heb ik nooit meer iets gedaan met de kennis rondom onderzoek doen. Daar heb ik nooit meer iets mee gedaan. Iedereen die afstudeerde toen, heeft dat moeten doen. En je komt dan in de praktijk en je vergeet het gewoon. En je doet er helemaal niets meer mee. En dat heeft me altijd enorm verbaasd. Ik dacht van... wetenschap of onderzoek doen, dat kan zo goed bijdragen aan de praktijk. Ja. Nou, dat was een van de speerpunten van mijn rol als social werker van het jaar. Ja. Dus ik denk, ja, deze mogelijkheid ga ik aangrijpen om daar ook echt wat mee te doen. Mooi, dankjewel. We gaan het straks hebben over co-creatie. Als je één woord mag agenderen wat we dan sowieso moeten laten terugkomen, welk woord zou dat dan zijn? Ja, dan zou ik toch wel gaan voor wederkerigheid. Jij noemde het al even in jouw presentatie, ja. Maar dat is denk ik wel een heel basale waarde waar je iets mee kan, denk ik. Ja. Oké, dankjewel. Dan gaan we ook naar, voor de kijkers links, Andrea Rosema. Jij bent verbonden aan verschillende academische werkplaatsen. Onder andere, volgens mij, de werkplaats Verslaving, ook de Technische en Sociale Innovatie en Geestdrift. Ja, zijn ze alle drie even belangrijk? Oei. Ja, ze zijn allemaal drie even belangrijk. Ik denk dat alle werkplaatsen even belangrijk zijn. We verschillen wel in grootte van werkplaatsen. Dus, okay. Ja. Ja, dus daar zit een verschil in. Jij hebt ook een prijs gewonnen in 2020. Vorig jaar heb je de Impact Award gewonnen, een prestigieuze prijs bij Tilburg University. En aan jou zou ik ook de vraag willen stellen, wat heb jij ervoor moeten doen om die prijs te winnen? Ja, het was een prijs voor zowel maatschappelijke als wetenschappelijke impact. Dus ja, daar werd het op beoordeeld. Ja. En nou, ik weet nog dat de jury het heel uitzonderlijk vond dat ik met superveel partijen contact had onderhouden. Dat echt heel bijzonder was. Ook gedurende, want je bent ook bezig met je afmaken van je proefschrift. Maar dat ook die contacten en al dat netwerk wat ik eigenlijk had opgebouwd. Alle partijen die in Nederland bezig waren met het rookvrije schoolterreinen. Dat vonden ze wel heel uitzonderlijk. Ja. Kun je twee voorbeelden noemen van partijen die jij dan misschien niet had hoeven benaderen, maar die je wel betrokken hebt? Nou, ik vond het heel belangrijk om tijdens mijn proefschrift met alle partijen die in Nederland bezig waren met het rookvrij schoolterrein, om daar contact mee te onderhouden. Dus dat waren lobbyisten, dus mensen die het op politiek op de agenda wouden zetten. Dat zijn ook de beleidsmakers zelf. Dat waren de GGD'en die de scholen zelf vaak bezoeken om te informeren. Het is ook Trimmels Instituut, die verantwoordelijk was voor de implementatie op landelijk niveau. En ook de scholen zelf, de vertegenwoordigers van de scholen, de onderwijsraden bijvoorbeeld. Dus ja, eigenlijk gewoon alle partijen. Ik denk dat alle partijen gewoon toedoen. En ik zou eigenlijk niet twee partijen willen uitkiezen, omdat ik ben heel erg van mening dat het uitmaakt dat je met alle partijen om tafel gaat en dat alle expertise belangrijk is om mee te nemen. En ook aan alle partijen kennis te geven en kennis over te dragen of uit te wisselen. Ja, nou, ik zou nog wel willen weten, is een proefschrift dan ook een vorm van co-creatie of gaat dat te ver?
Nou, in zekere zin wel, want we werken bij Transo, werken we eigenlijk al voorafgaand aan het schrijven van een subsidievoorstel, werken we al samen. Dus we doen het ook echt samen met alle partijen. En dat gaat eigenlijk gewoon, het hele project gaat dat gewoon door. Dus okay. In zekere zin wel, ja. Okay, dankjewel. Ook voor jou even de vraag, welk woord moet zeker terugkomen als we co-creatie gaan bespreken nu? Co-creatie, ja, samenwerken. Samenwerken. Goed. Mag ik ook even tussendoor? Jazeker, ja. Precies. Jij vertelt dat jij met al die partijen contact hebt. Ja. Hebben ze nou ook contact onderling? Nou, we hadden soms ook wel bijeenkomsten waarin sommige partijen dan samenkwamen. Dus het was ook best wel vaak dat ik met een beleidsmaker bijvoorbeeld bij de onderwijsraden kwam. Dus dan werd ze op de hoogte gesteld van de laatste wetenschappelijke inzichten. En de beleidsmaker vertelde dan van de laatste ontwikkeling op beleidsniveau. En dan was je eigenlijk ook direct weer geïnformeerd van elkaar. Dus zij was ook wel een soort makelaar om ze bij elkaar. Nou ja, misschien wel. Zo zou je dat kunnen noemen. Ja, zo zag ik dat. Of dat had ik toen niet door. Maar zo zou je dat nu inderdaad wel kunnen definiëren. Ja. Herken je dat als sociaal werker, dat je ook een soort, nou ja, voor makelaar bent? Absoluut. Ja? Natuurlijk in je rol als sociaal werker ben je voortdurend bezig verbindingen te leggen. Ja. Zeker als het gaat om complexe problematiek. Vaak spelen er dan meerdere problemen, heb je dus ook met meerdere professionals te maken. Dus dan is dat verbinden, denk ik, heel essentieel. Ja. Ja. Je hebt daar zelfs een podcast over gemaakt, heb ik begrepen. Ik heb niet helemaal van begin tot eind geluisterd, maar het gaat over de kunst van verbinden. Mm-hmm. En je hebt 4 gasten gesproken, geloof ik. Klopt. Zou je voor de mensen hier een korte executive summary kunnen geven van wat is nou de les die je daaruit haalt uit die gesprekken? Ja, de rode draad is denk ik toch wel het koppelen. Dus wat je vaak ziet is ontkoppeling wetenschap-praktijk of ontkoppeling bestuur professionals of ontkoppeling professional cliënt. En als ik terugkijk, dan zie ik als een soort rode draad van wil je dat die samenwerking echt goed verloopt, dan moet die koppeling goed zijn. En daarin heb je allebei ook iets te doen. Dat moet van twee kanten komen. En een van de dingen die mij daarin heel erg bijvoorbeeld opvalt, is ook het taalgebruik. Als onderzoeker zijn we best wel gewend om een bepaalde taal te gebruiken. Laatst een mooi voorbeeld. Had ik een gesprek met echt een praktijkman, een doorgewinterde collega. En die zei van, goh, je wil een onderzoek gaan doen? Ik zei, ja, een promotieonderzoek bij de buurteams in Amsterdam. Hij zegt, wat ga je dan doen en wat heb je tot nu toe gedaan? Ik zei, nou, ik ben begonnen met een scoping review. Ik zeg, en nu ga ik een realist evaluation doen. Dan heb ik kwalitatieve studies afnemen en daarna wil ik een participatief evaluatieonderzoek. Ja. Ik had een bijzonder goede klik met deze man, maar daar gebeurde toch iets in het contact. Daarna niet meer. Ja, hij zei toch wel tegen mij van Marcel, ik vond je een hele aardige jongen, maar je bent behoorlijk besmet met die taal die ze daar spreken op die universiteit. Ja. En toen dacht ik van ja, oké, dit is dus iets om echt goed rekening mee te houden. Natuurlijk hebben we onze eigen taal en die mogen we ook blijven voeren. Maar in het contact met partijen, professionals, maar ook managers die toch vaak heel praktijkgericht zijn, die willen gewoon snelle antwoorden, dan moeten we ons wel kunnen voegen. Ja. En dat is denk ik de essentie. Op eigenlijk alle niveaus. Dus op het microniveau als het gaat om professional versus cliënt. Op mesoniveau als het gaat om samenwerkingspartners. Op macroniveau als het gaat om bestuur. Op alle lagen zit dat eigenlijk. Ja. Ja. Maar het is inderdaad ook, mag ik even wat schrijven? Ja, tuurlijk. Gaat het niet alleen over het wetenschappelijke jargon wat je soms gebruikt, maar als wetenschapper ben je soms ook super langdradig en wil je altijd blijven nuanceren. En vaak is het veel beter dat ze inderdaad die verschillende talen die je spreekt en dat je elkaar wel moet zien te vinden. Dat je ook als wetenschapper moet proberen van, ik ga het beknopt proberen het terug te geven. Ik ga het samenvatten en ook, soms wordt ook gezegd, ja, ik stuur je mijn artikel wel. Maar dan schrik ik, dat is zo'n wetenschappelijk artikel, dus gebruik ook de Nederlandse taal. Dat ook wel heel belangrijk is. Hè? Dat je elkaar gaat vinden. Ja. Wees zichtbaar en spreek de taal, maar ook in je publicaties. Ja. Publiceer, laat zien wat je onderzoek heeft opgeleverd. Op een manier die voor iedereen te begrijpen is. Ja, dat is echt maar wel... Kunnen wij als wetenschapper, heb je ook die kennis en die vaardigheden om het anders te brengen? Want wij kunnen heel goed schrijven, hè? Filmpjes maken en apps maken, dat is nou niet wat wij goed kunnen. Moeten wij dat anders leren? Moeten wij dat ook leren? Nou ja, inderdaad, het is wel, er wordt best wel veel van je gevraagd, hè, want je moet echt goed wetenschappelijk publiceren. En dat is ook een beetje, je wordt ook wel uiteindelijk afgerekend als wetenschapper op je publicaties. En dat is bij Trans absoluut niet het geval en is maatschappelijke output net zo belangrijk. Maar ben je daar dan ook goed in? Ja.
Maar ja, gelukkig helpen we elkaar wel heel erg, dat we heel erg door elkaar geïnspireerd raken. Van, oh, hey, je hebt een factsheet, of hey, je hebt een podcast, of hey. Dus dat je wel zodoende meer van elkaar leert. Maar het is soms best wel ingewikkeld inderdaad. Ja. Dus je op veel fronten, dat je op veel fronten goed moet zijn. Ja. Ja. Jouw woord, wat je net noemde, was samenwerking. Ik wil het dan nu toch even ook specifieker maken. Want verschillende perspectieven, verschillende talen, maar ook verschillende doelen soms. Hoe verenig je dat? Want voor samenwerking heb ik altijd geleerd, als je dat echt wil laten slagen, heb je een gezamenlijk doel nodig. Dus wat hebben die wetenschappers en de mensen uit sociaal domein, wat hebben die als gezamenlijk doel en hoe ga je daar dan mee om? Ik stel hem eerst aan jou en dan kan Marcel ook reageren. Nou ja, in mijn geval gaat het over roken. Wij willen niet meer dat kinderen beginnen met roken. Ja. Dat is en dat willen eigenlijk alle partijen. Dat wil een wetenschapper, dat wil de gezondheidsfondsen, dat willen uiteindelijk beleidsmakers, de GGD'en. Maar je hebt ook lobbyisten gesproken en die denken er anders over, toch? Ja, die hebben een andere taak, maar wel hetzelfde doel. Okay. Zij hebben als taak van om het politiek op de agenda te krijgen, hè? Maar daarvoor hebben zij kennis nodig. Dus en ik voorzag hun van kennis. En dan konden zij weer naar de Tweede Kamer van, hey, we weten nu dat er heel veel draagvlak is voor rookvrije schoolterreinen. Dus het is nu misschien het moment om het in te voeren. Okay. En zo hebben dus alle partijen inderdaad verschillende taken, maar je hebt wel uiteindelijk hetzelfde doel. Oké, goed. Ja. Is dat ook bij jou? Herken je dat? Ja, absoluut. Ja. Ja, ik denk dat het doel moet helder zijn. Het gaat om patiënten, in mijn geval cliënten, gezinnen met meervoudige en complexe problemen. Daar richt ik mij in mijn onderzoek op. En dat moet primair voorop staan. Dat is het doel waarom je dat onderzoek doet. En dat moet je ook uitstralen. Ook in de communicatie met je samenwerkingspartners. Dat staat centraal. Ja. Ja, we hebben net al even gehad over podcasts en over filmpjes. We hebben ook een filmpje klaarstaan van jou, waar we even naar kunnen kijken. En we kunnen kijken hoe goed dat eigenlijk als wetenschapper te doen is om in een kort filmpje iets te delen. Beknopte boodschap. Ja, vind je het goed als we daar even naar gaan kijken? Ja. Dan starten we hem nu in. Ik ben Andrea Roosma en ik ben senior onderzoeker bij Transo. Ik werk hier al 7 jaar. En hiervoor heb ik sociale psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit in Groningen. Het genomineerde onderzoeksproject is Op school steek je niks op. En daar bedoel ik dan sigaretten mee, want mijn onderzoeksproject ging over rookvrije schoolterrein in het voortgezet onderwijs. De wetenschappelijke impact is dat ik gebruik heb gemaakt van een innovatief mixed method design. Waarbij ik een grootschalige quasi-experimentele studie heb gedaan onder ongeveer 8000 leerlingen met 3 tijdsmetingen. En daarnaast heb ik ook 3 grote kwalitatieve studies gedaan, waaronder met relevante stakeholders. We hebben bijvoorbeeld schooldirecties geïnterviewd, conciërges, maar ook bijvoorbeeld de docenten en de ouders en de leerlingen zelf. Wat daarnaast ook innovatief is, dat we niet alleen de traditionele sigaret hebben meegenomen, maar ook alternatieve tabaksproducten. Een hele belangrijke uitkomst is dat het gebruik van de alternatieve tabaksproducten door jongeren als opstap kan dienen voor het gebruik van de traditionele sigaret. Dus ik ben dan ook heel blij dat vanaf 1 juli de tabakswet is aangepast en dat overal waar een rookverbod geldt, dat nu ook geldt voor de elektronische sigaret. De maatschappelijke impact van het project is dat ik gedurende het project met heel veel partijen contact heb onderhouden. En daarnaast heb ik ook heel veel tijd besteed aan het verspreiden van de kennis van mijn proefschrift. Dus dat heb ik gedaan door middel van een symposium, maar ook bijvoorbeeld het schrijven van 2 nationale publicaties. Ik heb een factsheet geschreven met 13 tips die scholen kunnen gebruiken om ermee aan de slag te gaan, om het goed te implementeren. En die is ook gepubliceerd op de nationale website www.rookvrijeschoolterrein.nl. En daarnaast is de interventie ook opgenomen in de nationale database van het RIVM, Loket Gezond Leven. Dus het is nu ook een erkende interventie. Verder heeft het onderwerp ook heel veel media-aandacht gekregen. Ben ik ook vaak geconsulteerd om advies te geven over hoe je zo'n rookbeleid nou kunt invoeren. Bijvoorbeeld ook bij onze eigen rookvrije campus. En tot slot, en ik denk dat dat wel de hoogst haalbare maatschappelijke impact die een wetenschapper kan hebben. En dat is dat vanaf 1 augustus wetgeving van kracht is gegaan voor rookvrije schoolterreinen. En deze wetgeving is gebaseerd op de resultaten van mijn proefschrift. Er zijn 2 andere nog belangrijke conclusies uit mijn onderzoek. En de eerste is dat impact van een rookbeleid af lijkt te hangen van hoe het is ingevoerd. En er zijn eigenlijk 3 belangrijke randvoorwaarden. En de eerste is geen gedoogsituaties. De tweede is strikte handhaving, zeker in het begin. En de derde is niet roken versterken als de sociale norm. En de andere tweede belangrijke conclusie is, en dat is ook een hele positieve, dat als het beleid er eenmaal is,
dat het dan al heel gauw als een normale zaak wordt gevonden. Dus net zo normaal als dat wij dat nu in vliegtuigen vinden, zo wordt dat ook al op de scholen gevonden die het al hebben ingevoerd. Ja, ik vind het echt geweldig om genomineerd te zijn. Ik vind het een enorme eer en waardering voor al het werk wat je hebt gedaan. Want ik heb ook wel heel veel tijd en energie natuurlijk gestopt in zowel het wetenschappelijke werk, maar ook dus echt het maatschappelijke gedeelte. Dus ik vind het een enorme eer. Ja. Ja, volgens mij kunnen wetenschappers prima filmpjes. 3 minuten. Ja, ja, precies. En ik hoorde ook een factsheet, veel media-aandacht. Dus je hebt er heel veel dingen bij gedaan. Was dat makkelijk te combineren met jouw primaire taak als wetenschapper? Ja, je moet altijd wel schipperen natuurlijk. Want je komt eigenlijk altijd wat tijd tekort. Maar goed, het punt is wel dat ik persoonlijk van samenwerken gewoon heel veel energie krijg. Dus ja. Dat is ook weer dat het heel veel oplevert. Dus dat is ook weer die win-win-situatie. Dus ja. Ja. Oké, nou die rookvrije campus in Tilburg, die is in ieder geval, die zijn er nu ook door heel Nederland. Waar richt je dan nu je pijlen op en kun je dan die technieken en de methode die je hebt gebruikt, kun je die zo copy-pasten naar een nieuwe context? Nou ja, ik hoop wel. Kijk, Transo die werkt gewoon op een bepaalde manier. Ik heb zelf ook een werkwijze en die probeer ik inderdaad wel met projecten waar ik mee bezig ben ook zo te gebruiken. Ik ben nu bezig met alcohol in de land en ja, dat probeer ik eigenlijk ook wel hetzelfde daar weer te doen. Dus ja, we zullen zien. Ja, ja, ja. Mooi. We houden het in de gaten. Ja. Marcel, ik wil even aan jou nog vragen. Als je vanuit dat sociaal domein naar de wetenschap kijkt, kun je natuurlijk zeggen, sociaal domein kan heel veel met wetenschappelijke kennis. Maar er zitten ook hier wetenschappers in de zaal die misschien iets vanuit de praktijk over het hoofd zien of daarvan kunnen leren. Heb je daar ook een voorbeeld van waarvan je zegt, daar hebben we bijvoorbeeld een project mee gedaan of hebben we mee gewerkt? Zo concreet een project. Dan denk ik aan mijn eigen onderzoek in feite. Ik denk dat wetenschappers er steeds meer naartoe af moeten van dat je ook echt impact hebt in de praktijk aan het helpen ontwikkelen van praktijken, aan het opbouwen van verbeterde praktijken. Dus toch meer actieachtig onderzoek, participatief onderzoek, waarbij je gewoon helpt bouwen. Ik zie nu heel vaak in verschillende plekken in het land dat er onderzoek gedaan wordt over de praktijk, dat er data wordt opgehaald in die praktijk en vervolgens geef je als professional een interview en je hoort nooit meer wat terug. En ja, dan heb je ook echt het idee van wat levert het eigenlijk op? Wat is die wetenschap nou? Wat heb ik eraan? Dus ik denk zichtbaarheid, maar ook echt concreet bijdragen aan het opbouwen van praktijksituaties. En is dat ook wat je bedoelde met wederkerigheid, wat je noemde? Ja. Of is dat een andere interpretatie? Nee, dat is eigenlijk precies wat ik bedoel. Van het gaat om geven en nemen. Je haalt iets, maar je brengt ook iets. En dat moet in een soort evenwicht met elkaar zijn. Dan ben je volgens mij goed aan het samenwerken. En het is te vaak geweest in het verleden ook, en gelukkig is dat nu aan het veranderen, dat er wel gehaald werd, maar niet gebracht. En dat is gewoon denk ik heel zonde. Volgens mij is het aan het veranderen, maar kan het nog heel veel beter op dat punt. Ja. En daar de vervolgvraag. Hoe kunnen we nou bevorderen dat ook die vragen uit het sociale domein naar die wetenschap toekomen? Precies. Ja. Wat moeten we eraan doen dat daar ook een bewustzijn is van, hé, maar dat is een vraag, daar kunnen we die wetenschappers bij gebruiken? Ja. Nou, ik denk inderdaad toch vooral zichtbaarheid van de fantastische onderzoeken die er zijn, ook bijvoorbeeld in ons academisch werkplaats, social werk, zijn een aantal actieonderzoeken waarvan ik denk dat zijn echt wel voorbeelden van hoe je kan bijdragen. En ik denk als mensen dat zien, ik bedoel mijn eigen, de organisatie waar ik nu mijn onderzoek ga doen, daar zit een bestuurder en die heeft dus een onderzoek gezien van een van onze mensen die gepromoveerd is. En die zei van, dat vond ik zo'n fantastisch onderzoek, want ook de gebruikers van onze diensten, die participeerden in dat onderzoek. We hebben echt met z'n allen gebouwd aan een verbetering van de praktijk. En denk, ja, als mensen dat zien, andere besturen zien dat ook van elkaar, of managers zien dat van elkaar, dan komt op een gegeven moment wel makkelijker die vraag ook, denk ik. Ja. Andrea, nog iets toe te voegen op deze vraag? Dan gaan we richting de slotvraag van dit blok alweer. Al hadden we natuurlijk nog veel langer kunnen praten. Er zit hier een zaal met, we hebben net gezien, er zitten mensen uit verschillende domeinen, onder andere onderwijs, cultuur, wetenschap, maar ook dus inderdaad zorg en welzijn, ook overig. Wat zou je deze mensen hier bij elkaar willen meegeven als het gaat om co-creatie, gebaseerd op je eigen ervaringen? Ik begin bij jou, Andrea. Ja, dat je co-creëren echt samen moet doen en dat impact bereik je niet alleen, nooit alleen. Impact bereik je echt samen. Dus dat is eigenlijk mijn boodschap die ik wil meegeven. Mooi. Marcel? Dat je elkaar dus echt nodig hebt. En dat je elkaar enorm kan verstevigen. En
ja, wat ik daarin vooral zou willen meegeven is van, ja, zorg dat je echt goed aansluit op die praktijk. Dat je dus ook in het persoonlijk contact echt contact maakt en echt die verbinding probeert te maken. Ik denk, ja, dat is toch het belangrijkste wat ik mee kan geven. En kan dat offline beter dan online, wat jou betreft? Nee, ik denk dat het offline toch uiteindelijk wel beter gaat, eerlijk gezegd. Okay. Nog steeds. Ja. Je moest er even over nadenken. Maar, ja, precies. Ja. Ja. Diek, heb je hier nog iets aan toe te voegen als het gaat om co-creatie? Het kwam al in jouw presentatie even voorbij. Ik denk dat het is al genoemd, die wederkerigheid en die gelijkwaardigheid, dat echt de sleutel is om, om respect te hebben voor elkaars ook verschillende perspectieven. Ja, en was dit Lustrum Symposium eigenlijk ook een vorm van co-creatie? Of is dat een heel andere tak van sport? Nee hoor, dat is ook een vorm van co-creatie. Ja. Maar daar hebben we natuurlijk ook iedereen bijgehaald wat we hierin wilden hebben. Ja. Mooi. Nou, dank ook dat jullie daaraan wilden bijdragen. Dankjewel, Andrea Roosma en Marcel van Eck.